Het enige contactpunt tussen de auto en de grond is de band. Zoals u kan vaststellen, steunt de auto op een oppervlakte zo groot als 4 postkaarten. De bandendruk moet correct zijn en minstens 1 keer per maand worden gecontroleerd. Een drukmeter laat zich aflezen in bar. 1 bar is 1 kilogram. De band moet koud worden gemeten, dat wil zeggen dat hij niet meer dan 3 kilometer tegen lage snelheid mag hebben gereden of al 2 uur stilstaat. De groeven zijn belangrijk, want ze laten toe om bij regen het water weg te werken. Bij een nieuwe band zijn de groeven 7 à 8 mm diep. De wet voorziet dat de groeven minimaal 1,6 mm diep moeten zijn. Indien dat niet het geval is, dan loopt u het risico het slachtoffer te worden van aquaplaning. Stel de bandendruk volgens de normen van de constructeur, volgens de lading van de wagen en het type traject dat u zal afleggen. Een juiste bandendruk is veilig, comfortabel en zorgt voor minder bandenslijtage en een normaal benzineverbruik. Indien u uw banden bijvoorbeeld met een halve bar of kilogram te zacht zijn opgeblazen, dan vermindert hun levensduur met 20% en stijgt het brandstofverbruik. Loop voor uw eigen veiligheid even langs bij een bandenhandelaar, die u met raad en daad kan bijstaan. Hij kan nagaan of uw wagen moet worden uitgelijnd en zal uw banden preciezer kunnen opblazen dan dat u het zelf doet in een tankstation. Volgens het seizoen is het ook aan te raden uw auto uit te rusten met winter- of zomerbanden. Het is verplicht om 4 banden van hetzelfde type te monteren.